Het was al een testlocatie, maar nu wordt het voormalige Formido-gebouw aan de Einsteinweg in Elst ook gebruikt als priklocatie voor boostervaccins. Na Ede is het daarmee de tweede plaats in de veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden waar boosterprikken worden gezet. Omdat deze plaats dus ook als testlocatie dient, zal de verkeersdrukte toenemen. De GGD gebruikt de groenstroken om het pand heen om extra parkeerplaatsen te realiseren. De GGD Gelderland-Midden is nog op zoek naar meer locaties waar mensen terecht kunnen voor een boosterprik.